Dames en heren, welkom bij dit KVS De Bali miljoenennota gesprek. Ik heet ook alle mensen welkom die dit op de livestream volgen. Wij gaan, geloof ik, een hele leuke avond tegemoet. En ik sta hier als voorzitter van de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde. Dat is een zeer oude beroepsvereniging. En iedere zichzelf respecterende econoom is lid van die vereniging. En leest de ESB, de economisch statistische berichten. En iedereen die de economisch statistische berichten leest, is lid van de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde. En als u dat nog niet bent, dan verzoek ik u naar www.esb.nu/kvs te gaan. Wij zijn weliswaar een stokoude vereniging, maar we hopen ook dat we nog een veel langer leven beschoren zijn. En dat kan alleen maar als er voldoende mensen bereid zijn om lid te worden. En dan krijgt u de ESB en dan blijft u volkomen op de hoogte van alles wat zich in het Nederlandse economenlandschap afspeelt. Tot zover mijn korte introductie. Ik wil de Bali zeer dankzeggen voor het feit dat zij deze locatie ter beschikking stellen om met ons dit evenement te organiseren. Dit is de tweede keer dat wij dit doen. En ik hoop ook hier dat er nog vele keren volgen. Dus ook Sophie Rutte Frans namens de Bali. Zeer veel dank voor de samenwerking. Deze avond zal onder de vakkundige leiding staan van Esther van Rijswijk. Esther van Rijswijk is journalist, is econoom, dagvoorzitter. En voor een avond als deze is er denk ik geen betere denkbaar. Dit is voor de komende paar minuten het laatste moment dat ik heb gesproken. Ik zou nu graag het woord aan Esther van Rijswijk geven. Ik wens u een hele fijne avond. Dankjewel. En dat is maar heel even dat Bas gaat zitten, want die komt hier zo weer terug. Ja, welkom. Het is een hele rare dag, want dit keer met de glazen koets is dat koffertje wel aangekomen. Maar er zat niet zoveel in. En in die troonrede dus ook niet zo heel veel. Maar dat is eigenlijk wel fijn, want dat betekent dat we hier vanavond gewoon heel vrij kunnen gaan denken wat wij dan vinden dat er zou moeten gebeuren en hoe dat allemaal zou moeten gebeuren. En daarvoor hebben we volgens mij de drie misschien wel de beste economen van het land bij elkaar. Dus dat is helemaal goed. En jullie natuurlijk allemaal om daarover mee te stemmen in elk geval. Ik ga jullie heel vaak vragen op een stemming te reageren. En wie weet kunnen jullie ook nog wat zeggen, maar we gaan natuurlijk vooral luisteren naar het panel hier zo meteen. We hebben dus een panel van top-economen. We hebben Hella Huuk, die jullie kennen van RTL in het verleden, maar nu WNL. Waar ze onder meer het programma Stand van het Land maakt. Hè? Dat is voor economen natuurlijk een topprogramma. De economie, de wereld achter de economische cijfers. Dus die heeft een hele leuke column. Daar gaan we ook naar luisteren. We hebben twee rondes. We beginnen internationaal, dan Nederland. We gaan gewoon alles af wat er allemaal belangrijk is. Wat deze economen in elk geval heel belangrijk vinden. Misschien hebben jullie een andere keus, maar dat gaan we zien. En ik ben nog even heel benieuwd wie jullie zijn. Dus om even Bas zijn verhaal wat verder uit te verlengen. Wie is nog geen lid van de KVS? Nou, dan heeft u nu even de tijd. Nee, dus dat kan allemaal nog. Wie is er econoom? Ja, ik denk zo'n 40%. En de rest is... Wie is student? Ja, nee, niet liegen daar achterin. Jij leert altijd. Je studeert. Ja, je bent natuurlijk... Oké, goed. Dan gaan we het later bij de borrel nog over hebben wat jij nou bent gaan studeren. En wat komen jullie doen? Dat wil ik dan toch even polsen. Even kijken. Geen econoom. Wie was geen econoom? En die dacht toch, ik ga eens even bij die KVS kijken. Wat komt u doen vanavond? Nou, mijn zoon luisteren. En wie is uw zoon? Pieter Gauthier. Pieter. We hebben de vader van Pieter. Wie hebben we nog meer? Ja, dan hebben we ook nog de schoonvader van Hella. Heb ik al ontmoet. En wie bent u? Nou, ik ben bachelor sociaal-economisch geschiedenis. Ah. En wat komt u doen? Nou, luisteren naar wat de mensen over de begroting te zeggen hebben. Is er stiekem iets waarvan u denkt, ik hoop dat het daar in elk geval over gaat? Nou, ja, ik zou eigenlijk willen weten. Kijk, er werd over een houdbaarheidssaldo gesproken. Maar ik begrijp dat de milieu en duurzaamheid daar geen deel van uitmaken. En ja, ik zou eigenlijk de stelling willen voorleggen dat onze milieuschuld veel ernstiger is en veel dringender en moeilijker oplosbaar dan onze financiële schuld. Pieter, daar ga jij straks op terugkomen, voorspel ik. Wil iemand nog kwijt wat hij kwam doen? Want nu kan je nog inbrengen. Straks ga ik gewoon helemaal mijn eigen gang met deze mensen. Oké, dan gaan we houdbaarheid komen we op terug. Hoe kan het toch dat daar klimaat
niet of wel in zit. En dan ga ik jullie voorstellen aan dat fantastische panel. De beste economen van Nederland. Bas, jullie hebben hem al gezien. Jacobs, kom erbij, voorzitter van de KVS. Hoogleraar Economie en dan vooral speciaal ook overheidsfinanciën. Pieter Gauthier. En dan moet Pieter even blijven staan voordat hij gaat zitten. Jij bent hoogleraar Economie, met name een macro-arbeidsmarkt. Dat zei je altijd macro, want je hebt natuurlijk ook nog micro-arbeidsmarkt. Dat sluit niet altijd naadloos op elkaar aan. En ja, Marieke Blom hier, kom erbij, hoofdeconoom van ING. Nou is Bas daar gaan zitten. Voor mij is dat links. Als Bas nou een beetje Keynesiaans is. En jij bent meer een beetje neoclassiek. Ben je ook mee eens? Ja? Waar ga jij dan? Hoor je dan tussen hun in? Of toch wel? Oké, dan gaat Marieke in het midden. En dan hebben we Pieter hier. Ga zitten. Hetzelfde rechts, hè? Nee, leg maar even okay. Uit. Denk je mensen, pak je eigen microfoon, mag je meteen uitleggen, want het zit wel van links naar rechts. En het lijkt soms ook zo dat Keynesiaans links is en neoclassieke rechts. Maar waarom is dat niet zo? Nou, je kan geloven dat markten heel goed werken en tegelijkertijd herverdeling heel belangrijk vinden, milieu, klimaat super belangrijk vindt. Dus dan zou je een neoclassieke econoom zijn volgens jouw definitie, maar volgens de andere dimensie ben je ook heel links. Omdat je die onderwerpen kiest. Dus exact. De onderwerpkeuze bepaalt ook nog. En er zijn ook bijvoorbeeld Mankiw, dat is een hele rechtse econoom. Een republikein en die is weer heel Keynesiaans. Ja. Dus okay. Dat is niet hetzelfde. Pas op, jullie mogen straks halfweg even wisselen. Gewoon okay. Dat we dat helemaal helder hebben. Ik wilde gelijk over Mankiw beginnen, maar Pieter was me voor. Ik ben heel benieuwd, die miljoenennota. Ja, het was geen leeg koffertje natuurlijk. Maar toch, Bas, was dit een belangrijke dag? Niet heel erg belangrijk. Ik bedoel, het kabinet heeft gewoon een lopende begroting afgeleverd met her en der wat douceurtjes in leraren salarissen, in wat extra compensatie voor ouderen en voor minima. Er zijn nog wat dingen gebeurd met de langdurige zorg. Dat heeft staatssecretaris Van Rijn nogal misschien geniepig gedaan, maar ineens stond het parlement voor het blok met in de komende regeerperiode 2 miljard aan extra uitgaven voor de verpleeghuizen. Nou goed, dat is wel het nieuws ongeveer. Ja. En er zijn wat lopende dingen die gefixt worden in de begroting. Ja. Maar als je het allemaal optelt, het komt op 0,1% uit van de totale begroting. Ja. Dus dat mag ook geen naam hebben. Nee, Marieke, sommige mensen denken dat de miljoenennota en Prinsweg, dat gaat altijd over koopkrachtplaatjes. Nee, volgens mij horen mensen dan de koopkrachtplaatjes. En dat vinden ze interessant, omdat ze het gevoel hebben dat ze daarmee weten hoe het volgend jaar met ze gaat. De realiteit is dat niet waar is. Nou ja, goed, als het daarover ging, dan hebben mensen daar weer wat over gezien. En dan zeggen ze 0,6%. En dan vinden de meeste mensen dat nogal weinig, denk ik. Ja. Pieter, was er iets waar jij toch naar uitkeek vandaag? Waarvan je dacht, nou, ik ben toch wel benieuwd of dit of dat gebeurt of erin zit. Of heb je... Nou, als je naar de VS kijkt, dan mag je tegenwoordig ook heel blij zijn dat niet goed beleid wordt teruggedraaid. Hè? Zoals bijvoorbeeld klimaatbeleid in de VS. En dus er is weinig bijgekomen, maar er is ook inderdaad weinig van afgehaald. Okay. En het gaat fantastisch in Nederland. Ja, en het gaat goed inderdaad. Ja. Ja. Nou, gelukkig. We hebben dus, dit is een avond met economen en voor een deel ook voor economen. Dat betekent dat we het gaan hebben over wat werkt, hoe werkt het en wat moet je doen. We gaan het dus niet hebben over politieke haalbaarheid en zo. Dat soms verzanden discussies daarin van ja, dat wil niemand en dat lukt toch niet. Maar we gaan misschien zwerven we daar wel helemaal weg bij de realiteit. We gaan gewoon hebben hier met economen, hoe zou het nou moeten? En ik zou, we beginnen internationaal, Europese integratie. De eerste stelling, en zometeen mogen jullie als eerste aangeven of je het eens bent met de stelling of niet. Die luidt, de euro overleeft niet zonder verdere budgettaire integratie. Dat horen we natuurlijk vaak. Hè? De euro kan helemaal niet, je geeft je wisselkoers op. Zo'n muntunie kan niet zonder een politieke unie. Dus ik ben heel benieuwd wat jullie daarvan vinden. Wie is het met deze stelling eens? Maar twijfelend. Ja, denk er maar even over na. Ik heb toch alles bij elkaar een stuk of 10 handen omhoog zien gaan. Oké. Okay. Marieke, jij had ook wat foto's. Er waren wat dingen waar je aan moest denken
toen we het hierover hadden. Zullen we die eerst even doen of wil je eerst reageren op de stelling? Ja, nee, laten we die eerst doen. Want de eerste hiervan zag ik kort nadat Juncker net zijn... Kun je de microfoon iets meer naar je toe halen? Ja. Kort nadat Juncker zijn staat van de Unie had gedaan. Daar zag ik er één van toen ik toevallig de Financial Times even opensloeg. En dat blijkt onderdeel te zijn van een geheel. En het is denk ik het beste om het eerst even te laten zien waar dat dan over gaat. Maar voordat je het laat zien, wat zien we? Want Juncker, Timmermans, waarom is dit spannend? Wie vertegenwoordigt wat nou, hier? Nou kijk, we hebben hier uiteraard Juncker en dat is de commissievoorzitter. Dus Precies. Die staat voor Europa. En we hebben Timmermans en die staat wat mij betreft toch ook gewoon voor de lidstaten. Hè? Ik bedoel, zit wel in de commissie, maar staat ook heel nadrukkelijk, zeker ook vanuit Nederland, voor de positie van de lidstaten daarin. En Juncker die is nogal handtastelijk richting Timmermans. Oké, we gaan even kijken. Niet alleen naar hem, toch? Nee. Nou... We misten Frans de Waal al, zeiden we. Die zou je... Ja, die kan ja, dit duiden. Dit is stiekem, hè? Dit is, dat niemand het ziet. Ja, dit is een soort zalvend, hè? Dit is een soort goedkeuring. Ja, dit is het buitengewoon denigrerend, zou ik zeggen, toch? Ja, toch ook. En blijf hier, af, deze, zegt dat handje. Deze was dus van de Staat van de Unie. Want daarna zag ik dus die hele serie. En wat ik hier heel erg in zag, was nou, hey, Juncker een soort van euforisch. Hè? Ik bedoel, zijn Staat van de Unie gaat echt over, ja, en nu moet het allemaal gebeuren. En iedereen moet er ook bij. En nu moeten we er echt voor gaan. Helemaal integreren. En nou ja, voor mij zag het eruit toen ik deze foto zag. En nog niet wist dat dit onderdeel was van een bredere reeks aan gedragingen. Als toch echt Europese euforie. Hè, waarbij de lidstaten dan toch ook gedomineerd worden. En je ziet die hand van Timmermans erbij die er voor mij uitzag alsof hij dacht van ga in hemelsnaam van mijn hoofd af. Maar dat was het niet, want hij kent het al en hij doet het dus ook terug. Hè? Dus hier zien we zeg maar, en je ziet ook eigenlijk een beetje aan die blik van Juncker dat hij hier zoiets heeft van wat krijgen we nou? Hè, het kan ik dus was ook hier omgekeerd. De alfa. Ik was hier de alfa, ik domineer. Hoe zit dat nou eigenlijk precies? Nou, dus dit is ultiem de strijd tussen gas erop, door met die integratie en ho, wacht even, want we moeten niet snel gaan. Ja, hebben en we ook nog iets te de zeggen. De machtsstrijd in juist, beeld. Juist. Ja. Oké. Okay. Nou, wat moeten we doen? Meer integratie of niet? Ja, nou, de realiteit is natuurlijk dat als je met z'n allen één wisselkoers hebt en één rente hebt, dan moet je iets doen om asymmetrische schokken op te vangen met elkaar. En dat is tot nu toe nog niet zo heel erg goed gelukt. Asymmetrische schokken voor de niet-economen? Oh ja, nou kijk, in het ene land wordt het crisis en in het andere land gaat het goed. En dan blijkt dan in het ene land, ja, dan moeten de lonen zouden eigenlijk moeten gaan dalen om dat een beetje te compenseren en dat land dan concurrerend te houden. Maar ja, dat doen lonen in de praktijk natuurlijk niet. Nou ja, goed, dan krijg je een eigenlijk te hoge wisselkoers en een te hoge rente voor het land waar het slecht mee gaat, omdat je allemaal één gemeenschappelijke wisselkoers hebt. Want die rente is gewoon allemaal, iedereen heeft hetzelfde en doe juist, het er maar mee. Juist, inderdaad, ja. Nou, en om dat probleem op te lossen moet je een vorm van flexibiliteit tussen die landen krijgen. Een beetje ruimte krijgen om mee te ademen. Ik ga heel even, voordat je verhaal afmaakt, het volgende plaatje laat zien wat er dan gebeurt als je één rente hebt. Dat heeft Pieter, dit gebeurt er dan. Waarom is dit heel erg, Pieter? Nou, dat is niet heel erg. Waarom schrikken erg, we economie hiervan? Ik vind het een heel mooi plaatje, omdat het superveel illustreert. Dus de assen kan je waarschijnlijk niet goed lezen. Maar je ziet, die lijntjes lopen heel erg uit elkaar in het begin. Je ziet, dit is op de verticale as, daar staat de rente die je moet betalen op staatsobligaties. Voor verschillende landen. Of de landen betalen aan de beleggers. Horizontale as, dat is de tijd. En voor de euro zie je dat enorm uit elkaar loopt. Dus je ziet de zuidelijke landen die betalen hoge rentes. En de reden is natuurlijk dat beleggers op dat moment rekening hielden met het feit dat misschien die landen hun schuld niet volledig terug zouden betalen. En dan wil je gewoon een risicopremie. Ja. Want die beleggers kunnen overal kiezen. Dus ze moeten in verwachting overal goed zijn. Dus voor de euro was het ook geen feest, zien we hier. Nou, je zag in ieder geval dat landen waar je wat meer risico liep, die betaalden hoge rentes. Ja. Nou, toen kwam de euro en ik weet niet of het terecht was, maar het geloof van iedereen was, hè, nu kunnen landen niet meer omvallen. En als een land omvalt, dan worden ze gered door de andere lidstaten. Ja. En het idee was een beetje door die fiscale samenwerking, we hadden die 3% regeling, de 60% schuld maximaal, dat het onmogelijk was, hè, voor landen om hun schuld uit de hand te laten lopen. Ja. Maar toen kwamen Duitsland en Frankrijk, hè, die hielden zich niet helemaal aan de regels. En de eerste 100, hoe zeg je dat, violations? Nou ja, zonder dat er een hele geschiedenisles wordt, op een gegeven moment bleef het niet meer zo stabiel. Het was duidelijk dat
Dat de landen zich niet alle regels hielden. En toen ontstond weer het geloof binnen het weer Europese uit landen... dat sommige landen wel degelijk in problemen zouden kunnen gaan. Even terug naar Marieke. Dus je was aan het uitleggen, dat gaat dan mis. Als je iedereen, als die asymmetrische schokken optreden... nou, het gaat nu ook mis. Ja. En dus dachten we met z'n allen heel lang... je moet verder integreren, want anders gaat het niet. En de stelling is dat inderdaad zo? Ja, nou ja, goed. Dus een oplossing is dat je dat oplost via overheidsbudgetten. En dan kun je zeggen, nou, in het ene land gaat het slecht... en dan gaat er relatief veel geld daar naartoe... en dan ga je daarmee de economie een beetje compenseren op dat moment. Dat is natuurlijk een manier om dat te doen. Maar je kunt ook over andere manieren nadenken... om te zorgen, dat is altijd heel erg de klassieke richting geweest. Het nadeel, laat ik daar even bij beginnen, van die richting... is dat je heel veel soevereiniteit bij landen weghaalt. Je zegt dan eigenlijk, van, nou ja, u gaat gedwongen worden... om ook belasting te betalen voor die andere landen. En waarschijnlijk ook om daarmee dus rekening te houden... met de afspraken die een overheid met zijn bevolking maakt... omdat die transfers mogelijk zijn. Dus de vraag is zeer of bevolkingen dat... Of mensen dat gewoon willen. Want die zeggen van ik voel me helemaal niet zo onderdeel van die Europese identiteit. Dus waarom zou ik daar belasting voor gaan betalen? En wat ik interessant vind is dat je ziet dat nu zo langzamerhand het zoeken gaat naar beginnen... naar oplossingen om Europa wel robuuster te maken... zonder daarbij per se ook die overdrachten tussen landen mogelijk te maken. Zonder dat nodig te maken. Nederland belasting gaat betalen en het gaat naar Portugal of Spanje of Griekenland. Want daar zijn we blijkbaar allemaal de hele tijd bang voor. Juist. Bas, kan dat? Ja, dat kan prima. En ik ben het niet helemaal met het betoog van Marieke eens... dat de euro niet functioneerde omdat we geen zogenaamd optimaal valutagebied waren. Dat landen niet hun eigen wisselkoers konden aanpassen. Want wat je in de grafiek ziet die Pieter heeft aangeleverd... is dat dat is eigenlijk een verhaal van kapitaalstromen van het noorden van Europa naar het zuiden van Europa. En dat zijn met name private schulden geweest die zijn opgebouwd in Zuid-Europa... met uitzondering van Griekenland... En dat ging mis in 2008 toen de banken niet meer aan elkaar wilden lenen. En die landen opeens tegen een sudden stop, een plotselinge stop van de kapitaalstromen aanliepen. Het probleem zat bij de banken? Banken, maar ook denk ik bij bedrijven en bij huishoudens. Kijk naar Ierland en naar Spanje, waar een huizencrisis losbarstte. En toen moesten banken gered worden door de overheid. En pas later kwamen de overheden in problemen. Als dat de analyse is van waarom de euro in problemen kwam, namelijk... excessieve kapitaalstromen die eigenlijk niet gebaseerd waren op het financieren van investeringen, nuttige investeringen in die landen. Dan is ook de oplossing, namelijk Europese transfers, is niet de goede. Dan moet je iets proberen te bedenken waardoor die excessieve kapitaalstromen niet meer optreden. En waardoor het financiële stelsel niet meer de muntunie kan destabiliseren. En de theorie van optimale valutagebieden heeft geen verhaal over het financiële stelsel en de financiële stromen. Nou, wat je dan nodig hebt... heb je niet per se... En dat vind ik het probleem met het debat over de toekomst van Europa. Het wordt altijd voorgesteld als een keus tussen of verdere integratie... en op lange termijn richting de Verenigde Staten van Europa, of opbreken. Ik denk en dat daar heb jij je ook nooit schuldig aan gemaakt? Nee, denk ik niet. Nee. Misschien, Pieter? Ik denk dat er drie... Want ik heb de indruk dat economen... Ik ben ook econoom, ik schreef ook tijdelijk columns. Ik heb het ook wel eens opgeschreven. Het kan niet. Je moet verder integreren om dat allemaal te laten werken. Was ook nog drie minimumcondities nodig. Je moet van onhoudbare schulden zoals bij Griekenland af kunnen... met een schuldherstructureringsmechanisme, een soort Europees Monetair Fonds. Daar ben ik het overigens met Juncker eens. Het tweede wat je nodig hebt is een bankenunie... die eigenlijk de dodelijke omhelzing, de doomloop... tussen banken en overheden doorbreekt. Ja. En het derde wat je nodig hebt is een lener in laatste instantie... voor landen die op zich prima in staat zijn om een schuld terug te betalen... maar die ten prooi kunnen vallen aan paniek op de obligatiemarkten. Want dat zie je ook in die grafiek gebeuren. We hadden in de eurozone geen lener in laatste instantie voor overheden. En dat werd geïntroduceerd met Draghi's speech... we'll do whatever it takes op 26 juli 2012. Dus als je die dingen doet, bankenunie, schuldherstructurering... en een lener in laatste instantie voor overheden... dan denk ik dat de muntunie prima kan functioneren. En dan heb je geen begrotingsunie nodig... en geen Europese minister van Financiën. En wat heeft Macron allemaal bedacht? Dat hoeft allemaal niet. En Juncker, daar hoeven we helemaal niet naar te luisteren. Hoor ik jullie dat nu zeggen? Ja, ik ben het en eens even Pieter, met Bas, dat zijn inderdaad de minimaal, net de voldoende voorwaarden. Maar ik denk dat een bankenunie... op zich al voldoende zou kunnen zijn. Want ik zou er eigenlijk voor zijn dat een land als Griekenland... wel
op zijn schuld zou kunnen defaulten. Dus zou kunnen zeggen, nou, ik betaal maar 80% terug of 40% terug. Dat ze failliet gaan? Dus, ja, maar wel dus... gewoon binnen de euro kunnen blijven. Maar het grote probleem wat er nu is, is zoals Bas al terecht opmerkt, dat de bank en de overheid die gijzelen elkaar. Dus als je de banken die hebben nu, de regulering is zo dat de banken, de Griekse banken, die bezitten al het Griekse staatspapier bijna. Dus als het slecht gaat met de staten, gaat het automatisch slecht met de banken en vice versa. Als de banken op opvallen staan, dan verwacht iedereen, oh, de Griekse staat moet die banken redden. Dus Griekenland komt in de problemen. En hetzelfde zie je in Italië en Spanje. Dus als we dat wat meer kunnen verdelen binnen Europa en ervoor kunnen zorgen dat als een Griekse bank omvalt, dat een Duitse bank makkelijk instapt en het overneemt. Dat is eigenlijk in de VS gebeurd. En wat is daarvoor dan nodig? Dan kan de euro prima blijven bestaan. En dat gaat de bankenunie regelen? Nee. Ja, een bankenunie kan dat regelen, maar je zal dan wel zien dat dit kan gebeuren, wat op het plaatje nog gebeurt. Nog steeds. Maar dat is helemaal niet zo erg, want dat geeft de landen ook wat discipline. Precies, je wil ook dat een land op een gegeven moment meer gaat betalen als ze dus aan het klooien zijn. Dus de markt geeft dan discipline. Oké. Okay. Marieke? Nou ja, want wat daar essentieel van is, is dat je dan vervolgens als overheden mekaars problemen niet meer gaat oplossen. Hè? Dus dan komt het er eigenlijk op neer dat je op een bepaalde manier een soort hek zet om de verschillende landen heen en zegt van oké, nou, je mag dus eigenlijk toch wel vrij veel zelf beslissen, omdat de uiteindelijke achtervang voor jouw banken, die hebben we centraal geregeld. Dus daar hebben we eigenlijk een vorm van risicodeling wel centraal georganiseerd. Dat betekent ook dat we met elkaar moeten vertrouwen op het toezicht van de ECB. Die moet dat dan ook wel heel goed doen, hè? Want als die ECB dat niet goed doet, ja, dan kan er zomaar alsnog een grote bank omver gaan en daar krijgen de andere banken dan last van. En dat zal dan alsnog tot heel veel gemor gaan leiden. Maar als je zegt, nou ja, de risicodeling doen wij eigenlijk door onze banken met elkaar te verbinden en los te knippen van die overheden, ja, dan zou het zo kunnen zijn dat je die overheden eigenlijk nog heel veel ruimte kunt geven om hun eigen beslissingen te nemen. Eigenlijk dus ook, dan hebben we het probleem wat we nu in de crisis hebben gezien, nou, daar hebben we dan geen last meer van. Wil ik wel één ding aan toevoegen, want dan moet je dus vervolgens die overheden ook wel echt de ruimte geven om hun eigen beslissingen te gaan nemen. En bijvoorbeeld die 60% en die 3% regel, die zorgen er natuurlijk voor dat op het moment dat het echt misgaat in een land, dat het ook onmiddellijk moet bijsturen en dat je dus eigenlijk als er zo'n asymmetrische crisis is, in het ene land veel erger dan in het andere, dan moet het land waarmee het heel slecht gaat, moet ook nog eens een keer extra ingrijpen. Maar hier hoeft het niet meer. Voor de 150% schuld, dan wat je dan ziet, dan word je zelf gepakt, want je risico gaat omhoog en je betaalt de hoge prijs. Eigenlijk zeg jij, dit is eigenlijk een heel goed plaatje. Dat zei ik. Dit willen we houden. Had jij moeten zeggen. Heel goed plaatje, Pieter. Ja, heb jij goed uitgekozen. Ja. Nee, maar ook die uit elkaar lopende spread, die wil je. Die discipline wil je. Ja. Ah, maar niet als die spreads blinde paniek op obligatiemarkten zijn. Nee. Niet als er een massale vlucht is van beleggers uit bepaalde obligaties. Net als die bij een bankrun. Die spreads moeten reëel risico weergeven. Je wil niet het equivalent van een bankrun, maar dan op overheden. Dat hebben we gezien in de eurocrisis totdat Draghi ingreep. Ja. Maar je wil natuurlijk wel op lange termijn dat die marktdiscipline zijn werk doet. En in aanvulling op Marieke, je zou dan misschien dat hele circus aan die begrotingsregels in Europa, niet alleen die 60% norm voor de staatsschuld of 3% voor het tekort, maar ook de medium term objective, ook de 2-pack, de 6-pack, alles wat de Europese mensen, alles wat we, dat hebben we niet meer nodig. Want dan zijn het financiële markten die overheden disciplineren. En dan hoeven we niet meer als landen in Europa tegenover elkaar te staan en met het vingertje te gaan zwaaien. Want als het een keer misgaat in een land, dan zijn het de crediteuren van het land die op de blaren zitten. En we hebben dankzij de bankenunie dan de boel zo georganiseerd dat niet leidt tot een crash van het eurogebied in de financiële stelsel. Maar ben ik nou een beetje, ik ga toch even naar het publiek kijken. Ik heb toch het gevoel dat hele idee van we hoeven helemaal niet verder. Dat, nogmaals, dat economen gingen altijd uitleggen. Het kan helemaal niet en je moet verder integreren, politiek en budgetair. En nu heb ik hier drie en zeggen wel, nee, je hoeft helemaal niet. Gewoon discipline via die banken. En, wil iemand daarop reageren? Ja, die meneer zit de hele tijd zo te lachen. Die gaat daar vast iets van zeggen. Wie bent u? Ik ben Michiel Vergeer. Leg het ze maar aan. Nou, die plaatjes is heel erg illustratief. Ik heb ook zelf gemaakt. Dat weten mensen denk ik ook wel. Michiel Vergeer van CBS, voor wie het nog niet in de gaten heeft. Centraal Planbureau, mag ik er ook bij zeggen. En ik ben bij de invoering van de euro in de tijd ook bij de Nederlandse toetreding enigszins betrokken geweest. Toen was die 30, of die 3% en die 60% regel, die stond.
Maar er was ook afgesproken, dat hoor ik nu niet, dat de landen elkaar niet te hulp zouden komen. En dat is duidelijk ook, we hebben tussen 2002 en 2009 keurig die gemeenschappelijke rente en al die andere zaken gehad. En dat is in 2009 natuurlijk helemaal mislukt, omdat Griekenland natuurlijk nooit bij de euro had gemoeten. En ik denk dat het beter is om Griekenland, laat ik maar even een stevige stelling neerzetten, uit de euro en een drachme, een halve euro, en daarmee maar verder gaan. Pieter zegt, nee hoor, die gaan gewoon failliet en kunnen in de euro blijven. Ik denk dat dat ook een ramp voor Griekenland zou zijn, hè? Want de schuld die luidt nog steeds in. Maar dat in de hoort euro. Bij, we gaan elkaar niet helpen, hoort bij dat er af en toe ergens een ramp gebeurt. Maar Griekenland is ook een beetje de dupe geworden van het slechte design. Hè? Want het liep ook helemaal uit de hand, doordat nu die bank en die overheid gekaapt werd. En daardoor was de situatie in Griekenland extra erg. Ja. Dan niet geweest zou zijn onder een bankenunie. Oké. En nu is het omhoog voor Griekenland. Ik ga heel even toch naar deze. Wie bent u? Ja, Marcel Kakia. Ik ben bankier. Mag ik mee? Nee. Oké. Okay. Want jij wil weg kunnen lopen. Ten eerste vind ik dit een vertekend beeld. Want als ik het goed zie en mijn bril laat me niet in de steek, loopt dit grafiek maar tot 2011. Dus we hebben juist gezien dat nadien er allerlei mechanismes, de ESM en andere mechanismes zijn opgesteld. En zal je de rentes juist weer die spreads weer terugkomen. Dus om dit nu alleen maar over de banken heen te gooien, natuurlijk lekker makkelijk, dat hebben we eerder gehoord, dat is één ding. Maar wacht even, we hebben ook nog de overheden die hier ook aan ons speelt. En nu over de brug te slaan naar houdbaarheidsschuld. Op een gegeven moment heb je wel de discipline bij overheden nodig, die binnen een bepaalde grenzen blijven om inderdaad ook een houdbaarheidsschuldpercentage te halen. Wat gaat in jouw optiek dan mis? Wat hier mist is op een gegeven moment dat je een soort gemiddelde rente hebt over heel Europa. En dan zul je ook externe beleggers hebben, dus van buiten, die niet meer geïnteresseerd zijn om in Europa te beleggen. Dan krijgen ze volgens mij ook een kapitaalsqueeze vanuit buiten. Minder aantrekkelijk om in Europa. Het is een nieuw punt. Je zegt het is gewoon voor heel Europa niet zo goed als je dit doet, want weliswaar kunnen die landen dan lekker af en toe failliet gaan, maar ze hoeven niet uit de euro en de markt disciplineert lekker. Maar heel Europa wordt dan genegeerd door investeerders? Heel bot gezegd, is dat wat je zegt? Ja. Heren, ik snap niet zo heel veel hiervan. het hele idee is, als een land risicovol is, dan gaat de rente omhoog die het land moet betalen. En net zolang dat er nog wel beleggers zijn die erin willen beleggen. Ja, dus jij zegt het is niet zo. Die gemiddelde rente, in Duitsland, we hebben wel spread. Nederland, daar zullen beleggers die zullen daar prima zelfs voor lage rente. De Duitse rente zelfs negatief. Het punt dus is, er is geen gemiddelde rente. Er zijn enorme spreads. Maar die zijn allemaal ingelopen. Als je kijkt, als je de stand van vandaag of van de afgelopen tijd zou nemen, zou je zien dat het veel meer weer naar elkaar toe kan. Maar de eerste stappen door naar banken, de mechanismen, die zijn opgetuigd. Dus dan heb je nog steeds die discipline bij overheden nodig. Dus weer een pleidooi voor meer integratie of meer soberheid bij de overheidsbestemming. Maar dat is toch precies wat we zeggen? Dus als de overheid onvoldoende discipline heeft, dan loopt het heel erg uit elkaar. Dus het feit dat die spressen uit elkaar kunnen lopen, dat is precies wat die overheid die discipline geeft. En het is ook niet zo duidelijk, hè, waarom je vanuit Europa allerlei disciplineringsmechanismen vanuit het centrale Europese niveau aan landen wil opleggen, op het moment dat iedereen inderdaad op zijn eigen billen moet zitten als hij ze brandt. Volgens mij hoorde ik deze bankier zeggen, omdat Europa anders straks niet zo aantrekkelijk meer is. Ja, nou, het model dat we uitproberen te leggen is een wereld waarin een land dus inderdaad zelf een oplopende schuld kan zien, op dat moment ook een oplopende rente zal zien vergeleken met andere landen. Het wordt dan steeds duurder voor een land om door te gaan met dat proces. En het kan zelfs dan gebeuren dat op zeker moment, mocht het land daar toch mee doorgaan, het land zou moeten zeggen, we kunnen het helaas niet terugbetalen. De rest van Europa zou dan moeten zeggen, en zo so veel plezier. It. Want wij hebben namelijk de banken afgescheiden. Dus het betekent de facto dat wij niet verwachten dat de banken daardoor meegetrokken worden. Het financiële systeem kan dus blijven draaien. Burgers en bedrijven zijn er langs die route geen niet de dupe van dat dit gebeurt. En dat betekent alleen maar, ja, dat is dan dus heel vervelend voor de mensen die dat geld hebben uitgeleend aan die overheden. Maar die hadden dan maar beter moeten weten. Ik zeg er wel even in eerlijkheid bij. Dit is een economische oplossing. Juist, het is dus wel een hele theoretische denkrichting. Ik zou zeggen, waar hoop ik nou op, hè, want we zouden naar de toekomst gaan kijken, dat Nederland in deze discussie überhaupt actief gaat meedoen. Hè. Ik bedoel, want dat is natuurlijk een beetje. Ja, en dus zeg tegen Juncker, zoek het maar uit. En tegen Timmermans, van je afschudden die man.
En tegen Macron ook, hup, terug in je hok. Is dat een beetje de opdracht? Nee. Ik zou zeggen, kijk, waar dit over gaat, is het constructief zoeken naar oplossingen die aan de ene kant gewoon economisch slim zijn en dus zorgen voor stabiliteit, waar we zo'n behoefte aan hebben met elkaar, die denk ik in de afgelopen jaren al enorm is verbeterd door de afspraken die er in Europa gemaakt zijn, maar die nog niet af is. Er zitten nog steeds, zeg maar, crisis- en verschilvergrotende mechanismen in de eurozone en probeer die er nou uit te halen en ga op zoek naar mogelijkheden waarbij je niet dat doet waar je burgers zo ontzettend de pest aan hebben, namelijk de ene burger laten betalen voor de andere burger in het andere land. Ja. Oké. En even, als burgers nou niet zo lastig waren, was dat dan stiekem toch wel de beste oplossing om ze voor elkaar te laten betalen? Of zeggen jullie nee? Dus echt persoonlijk niet ben ik voor veel meer fiscale integratie. Ja. Maar ik zie het niet als noodzakelijke voorwaarde. Zelfs zonder die verdergaande integratie kunnen we door. De euro zal beter kunnen functioneren natuurlijk als je wel wat meer risicodeling hebt. Oké, maar het kan ook zonder. Maar je kan prima een euro runnen zonder dat het geval is. Ik heb als afsluitende stelling dan even gewoon om te testen of jullie je een beetje hebben laten overtuigen. Eigenlijk hoor ik jullie zeggen, de volgende. Dat de vervolmaking van de bankenunie dus belangrijker is voor de euro dan die verdere Europese integratie. Ik denk dat ik één stem tegen heb daar van de bankier. Nee, oh, toch niet. Het is ook. Nee, hier staat belangrijker. Dus denk even over na. Als je nu mag kiezen, wat eerst? Verdere Europese integratie of bankenunie? Wie zegt bankenunie? Dat moet absoluut eerst. En dat is veel belangrijker dan die integratie. Nou, dat is best aangekomen, denk ik. Goed, we gaan naar Hella Huuk. Ik beloofde haar al aan jullie. Financieel journalist, presentator, moderator. Ze kijkt een beetje. Heb je er zin in, Hella? Kom erbij. Waar de klikker ligt. De klikker ligt hier. En ik ga voor jou een beetje plaats maken, zodat je ook je papieren kwijt kan. Lang bij RTL, nu bij WNL. Stand van het land, het verhaal achter de economische cijfers. Het is echt een prachtig programma. Als u het nog niet gezien heeft, dan zie je bijvoorbeeld de hele sector van de uitvaartondernemers, maar ook de arbeidsmarkt, het verhaal achter de cijfers, de mensen erachter, de dynamieken daar. Prachtige serie, Hella. Jij hebt een column voor vanavond voorbereid en je gaat ons van dat internationale in Europa naar Nederland brengen, geloof ik. Heel goed, ga ik even daar. Ja, tuurlijk. Okay, super. Ja. Goedenavond allemaal. Ja, ik was eigenlijk van plan om in mijn hele lelijke joggingpak hier binnen te komen met mijn haar in een lelijke paardenstaart, met mijn yogamatje bij me en een verhaal op te hangen over die vermaledijde vrouwen die maar een beetje in part-time baantjes blijven hangen. Terwijl potjandori, de economie, die is behoorlijk op stoom. We hebben iedereen nodig. En werken we nou om te leven of leven we nou om te werken? Dat was een beetje de filosofische boodschap over BBP en welvaart, wat ik had willen houden. Ga ik hem maar niet doen. Ik ga het niet hebben ook over de gewone man, wat Buma graag over heeft. Ik wil het eigenlijk hebben over de ongewone man. De mensen die in Nederland aan de zijlijn staan, een vlekje hebben, zo wordt het ook wel eens genoemd. Of met de, ja, ik weet niet of het een kille economische term is, maar in ieder geval in de economie noemen we ze, die hebben een afstand tot de arbeidsmarkt. Als je natuurlijk al die berichten nu mag geloven, gaat het natuurlijk beren goed met de economie. Hè. De werkloosheid is ontzettend laag. Iedereen komt wel weer aan de bak. Het CBS publiceert mooie berichten over onbenut arbeidspotentieel. Oftewel, hoe halen we iedereen erbij? Want die economie die moet nog harder groeien. We hebben iedereen nodig. Werkgevers die weten echt niet meer waar ze de mensen vandaan moeten halen. En het goede nieuws is, dat kent u deze? John de Wolf? Ja, oud-profvoetballer. Nu ambassadeur voor de oudere werkloosheid. Nou, het goede nieuws vind ik persoonlijk wel, is niet helemaal persoonlijk tegen John de Wolf, maar zelfs die zit dadelijk wel op de bank. Want zelfs ouderen komen weer aan het werk. Zo goed gaat het. Wat heerlijk. Ik denk, die minister van Sociale Zaken die we hebben, ik ga niet speculeren over wie dat dan moet worden, wat moet die dan gaan doen? We hebben natuurlijk nog een heel gesprek over flexwerk en vastwerk. Maar dadelijk gaan die werkgevers weer concurreren. Die zeggen, je krijgt weer een lease-out, je krijgt weer een bonus. Oh jongens, daar gaan we weer. Maar weet je wat, ik geef je ook een vaste baan.
Wat is dat? Mensen weten bijna niet meer wat dat is. Nee, die krijg je dan ook. Zo goed gaat het. VDL gaat 1400 flexkrachten in dienst nemen. Er is gewoon niks aan de hand, zou je zeggen. En dus toen ik die column ging voorbereiden over arbeidsparticipatie van vrouwen, kwam ik op jonge mannen terecht die in de bijstand zitten. En je hoeft eigenlijk alleen maar even naar dat groene blokje, die worden groter. En dat zijn jongens jonger dan 27 jaar. Dat is toch gek, mensen? Dat is toch gek? Die hebben toch ondertussen wel hun opleiding af, zou je zeggen. Wat doen die in de bijstand? Ik sprak vandaag met Staf de Pla, die is wethouder in Eindhoven. En die weet het ook niet goed. Die heeft, en dan is het nog 2017, dat weten we allemaal, is nog helemaal niet afgelopen. Die heeft nu al een stijging van 13% van jongens in, van jonge jongens, of mensen, er zit ook vrouwen bij, in de bijstand. Nu al 33% meer aanvragen. Kan je een beetje zeggen, ja, hella joh, het zijn er een paar honderd, hè? Boeien. Nou, ik vind dat gek. Ik wil dan weten hoe dat zit. Maar ja, Staf de Pla zegt, ik weet het eigenlijk ook niet goed. Wat ik wel mooi vind, dat vind ik mooi van cijfers, en dat je in ieder geval dat je dan die cijfers hebt. Dat je, ik ga je wel meteen actie ondernemen. Ik wil weten wie die jongens zijn. Want als ik kijk naar startdiploma's, we zien eigenlijk dat mensen met een startkwalificatie, dat omhoog gaat. Hè. Er komen eigenlijk nu meer mensen van school af, in ieder geval met een MBO 3, MBO 4 diploma, die we dan wel nodig hebben. Dus dan denk ik een beetje, ja, moet ik dit verhaal nou vertellen? Want ik heb die verklaringen eigenlijk helemaal niet. Maar ik denk, ja, meest simpele, ik ben geen econoom, hè? Ik ben een simpele journalist. Mijn taak is een beetje te signaleren, dus ik signaleer het. Dus we weten niet precies hoe dit zit. Maar als je naar die cijfers gaat kijken, waar ik eerst van wilde vertellen, hey, kijk eens naar die vrouwen. Kijk, lage opgeleide vrouwen, of ze nou middelbaar zijn, woep, woep, woep. Dus 2016 is blauw, hè? Dat is dus hoe het nu is. Maar die mannen, kijk eens naar die laag opgeleide mannen. Dat is 8% minder arbeidsparticipatie dan zo'n 15 jaar geleden. Die laag opgeleide, die blijft een beetje in het verdomhoekje zitten. En als je kijkt dan naar leeftijd, dan zie je ook die mannen een beetje afhaken. En dan kan je bij 25 een beetje zeggen, nou, zijn die nog een beetje aan het studeren? Nou, dat hoop je dan maar. Maar je ziet het ook bij de groep 25-45. En mij bekruipt dan het gevoel, helaas. Ik wou dat ik hele harde data voor jullie had. Maar dat de aantrekkende economie niet genoeg is om deze mensen erbij te trekken. En een tijdje terug sprak ik voor het tv-programma Stand van het Land, wat door Esther al zo mooi is aangekeld, met Hanan Somani, omdat Anna Dijkman, die hier ook in de zaal zit, ook al lang in die statline-cijfers van het CBS had zitten graven. En ook zei van, jongens, er zijn jongens onzichtbaar, ze zijn kwijt, daar haken jongens af, hoe zit dat? Een hele moeilijke groep om een goed gevoel bij, of tenminste echt harde feiten bij te krijgen. En toen sprak ik met die vrouw en die begeleidt die jongens naar de arbeidsmarkt. En die zei, nou ja, als ik een verklaring moet geven, en dat is dan casuïstiek, hè, heet dat dan? Ja, het is maar één verhaal. Ik zei, ja, maar ja, dat zijn wel de jongens, die waren jong, het was het crisis. En dan waren we al lang blij dat ze überhaupt een baantje hadden. Dus die gingen van een flexcontractje naar een flexcontractje, werken in een magazijn met een heftruck, weet ik voor wat. Maar ja, die worden dan toch net iets ouder. Hebben eigenlijk niks geleerd. Ja, nou ja, misschien dan nog net die voorkeftruckkwalificatie. Verder is er niet geïnvesteerd in de opleiding. Er wordt nu weer gekozen voor iemand jongens. Die jongens staan gewoon volledig aan de kant. Daarnaast natuurlijk ook robotisering, digitalisering. Ja, zij zit al 20 jaar in dat vak met coaching. Ze zegt, ja, vroeger had ik nog wel een administratief baantje. Maar die banen drogen op. Ik vond het wel een mooie quote. De banen drogen op, die zijn er niet meer. En je ziet natuurlijk al heel lang, toch de laatste 4-5 jaar, is die werkloosheid van laag opgeleide, die duikelt zo om die 10% heen. En als wij, ik denk dat veel mensen hier in de zaal redelijk hoog opgeleid zijn. Nu hoor je wel iedereen om je heen veel een baan weer, toch? Maar in die groep is dat echt anders. En als je dan nu Prinsjesdag hoort, dan hebben we het natuurlijk wel over loon doorbetalen bij ziekte. Ik kan me heel goed voorstellen dat we daar iets aan willen doen. We hebben het over ontslagbescherming. Maar wat gaan we doen met deze
mensen. De koning zei vandaag, meer mensen moeten profiteren van economische groei. En ik denk dat deze mensen in de bijstand, de bijstand is dus ook echt enorm toegenomen. 470.000 mensen zitten nu in de bijstand, dat we daar wat aan moeten doen. Dan vind ik het heel aanmatigend om hier allerlei beleidsmaatregelen te gaan roepen. Want er is natuurlijk al van alles geprobeerd. En het is een moeilijk te benaderen groep. Maar als ik dan toch een voorzet mag doen, dan denk ik dat hele harde quota, daar worden werkgevers nooit zo heel erg blij van. Maar je zou misschien wel kunnen kijken of je met heffingskortingen de werkgevers kan motiveren om wat mensen in dienst te nemen. Want dat is wat Selmani ook wel zei, van ja, in principe zijn die werkgevers best bereid. Maar ze vinden het ook gedoe en ze dienen er ook tegenop. En weten eigenlijk ook vaak niet zo goed hoe ze dan die mensen erbij moeten halen. Ja, dat was het. Applaus. Dankjewel, dankjewel. Blijf bij, zal ik zeggen. Maar ik vrees dat het toch daar is. Ik kom naar je toe als je nog even wil reageren. We gaan eerst dit vragen. We hebben een deel uit jouw stelling gesloopt, maar er was een periode waarin we die arbeidskortingen of die premiekorting al hadden. Hè? Dat stond eerst er nog in. Er zijn er allerlei en we hebben het al eens geprobeerd. Dus voer dat weer in of handhaaf dat. Dat is een beetje jouw stelling. Wie is het daarmee eens? Wie zegt we hebben voor deze groep premiekortingen nodig? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, we gaan wel weer. Bas zag ik gaan. Wie mag ik het woord geven? Pieter. Wie het hardste hand omhoog gooit, die krijgt antwoord. Ik zag toevallig dit jaar een onderzoek uit de VS. En daar zag je hetzelfde beeld. Alleen het verschil tussen jonge mannen en oude mannen was daar eigenlijk nog sterker dan hier. Want de grote puzzel is, we zien het veel minder onder vrouwen. En we zien die participatie onder oude mannen is ook relatief hoog. En de verklaring die ze gaven, die was nogal provocatief. Want ze zeiden, ze zijn aan het gamen. Gamen, exact, ja. En het was precies de tijd dat die grote spelen verschenen. Het kan gamen zijn, maar het idee was inderdaad, er zijn inderdaad activiteiten die die jongeren die nu heel aantrekkelijk zijn voor jongeren. Ik weet niet of ik het moet geloven, maar het zou wel een verklaring kunnen bieden. Ik vraag aan alle jonge jongens, denken jullie dat dit een aantrekkelijke verklaring is? Ja, zegt de iets minder jonge jongen in de hoek. Bas, jij kijkt heel bedenkelijk erbij. Ik moest er gewoon over nadenken. Ja. Of het klopt of niet. Hoezo dan? Ja. Ja. Mag ik één verschil? Pieter is hier de absolute expert. Dus nee, als hij het zegt, dan zal het wel kloppen. Dat, ik ben ook nog niet 100% overtuigd. Hoor. Maar de puzzel is waarom vooral jonge mannen. Hè? Dus de participatie is laag in het algemeen. Ik kan niet alles verklaren. Maar het verschil tussen jongere mannen en oude mannen. En tussen jongens en meisjes. Dat zou wel eens verklaard kunnen worden door het gamen. Marieke. Nou ja, kijk, één verschil tussen 1981 en 1969 is natuurlijk gewoon, wie zijn nu de laag opgeleide mensen? He, dus ja, we zijn steeds meer mensen, zijn we hoog aan het opleiden. Dat betekent dus dat de mensen die laag opgeleid zijn, daar zitten veel minder, zeg maar even, verborgen pareltjes in dan vroeger. He, dus vroeger waren er gewoon nog steeds heel veel mensen die laag opgeleid waren, maar eigenlijk hartstikke slim waren. En het is natuurlijk steeds meer zo dat ja, we zijn steeds beter in staat om heel veel mensen die hoge opleiding. Maar verklaart dat het verschil mannen-vrouwen? Ik dacht even dat je ging zeggen, vrouwen zijn hoger opgeleid gemiddeld dan mannen. Maar Nee. Dus aan de ene kant gebeurt er iets op het gebied van vrouwenparticipatie. Ja. Hè, dus daar gebeurt emancipatie. En tegelijkertijd verandert de groep laag opgeleide ontzettend van samenstelling over de tijd. Gewoonweg omdat er steeds meer mensen hoog opgeleid raken. En daarnaast zei ik, dus fluisterde ik al even tegen Bas, van ja, hysterese. Wat economen denken is dat als je een hele erge crisis hebt, dat het zo kan zijn dat die arbeidsmarkt eigenlijk echt niet herstelt daarna. Dus dan heb je blijvende schade van een crisis. En het zou zo kunnen zijn dat dit de mannen zijn waarbij je dat ziet gebeuren. Omdat ze eigenlijk inderdaad, wat Hella ook zegt, geen goed werk hebben kunnen vinden. Omdat het zo ontzettend crisis is geweest. Juist de jongeren en juist de laagopgeleide mensen. Die bewegen het hardste mee met de situaties. En dan blijft de vraag, waarom mannen? Waarom komt die hysterese dan alleen? Misschien zit er iets in de productiestructuur die aan het veranderen is.
We gaan natuurlijk langzaam naar een diensteneconomie. Minder spierkracht, meer zorg, bij wijze van spreken. En misschien is het wel zo dat mannen daar een comparatief nadeel in hebben. Ja. En dat daar misschien toch misschien zijn de arbeidsvraag hormonaal niet op orde om te zorgen misschien. Maar we drijven af. Maar het is wel de uitdaging, is niet zozeer om een baan te vinden, maar ook om een baan vast te houden. Je ziet inderdaad dat die jongeren die gaan van flex naar flexcontract. En ja, een groot deel die komt uiteindelijk toch weer in de bijstand terecht. Je hebt een hypothese, je gaat hem testen en hopelijk nog veel meer. En we willen antwoord volgend jaar of zoiets. Ja. We gaan even naar de volgende stelling. Die is een beetje, die doen we zonder inleiding. Ik verraad alleen dat die van Marieke is. Dit is de stelling over de arbeidsmarkt. Er zijn geen economische argumenten meer eventueel om in te grijpen op de arbeidsmarkt. Wel sociaal-maatschappelijke. Nou, laat dat even binnenkomen. En wie zegt, hier ben ik het mee eens? Jullie hebben allemaal een toelichting van Marieke nodig. Daarachter heb ik één hand, twee handen, drie, vier. Ja, ik heb vier handen. Was dat een heel klein handje van jou, Hella, of niet? Ja. Ja. Nou ja, misschien is het wel goed om. Want economische argumenten kun je natuurlijk overal over uitwisselen. Wat ik eigenlijk bedoelde is, we gaan geen extra economische groei halen doordat we die arbeidsmarkt gaan reshuffelen. We gaan er sociaal-maatschappelijke resultaten mee behalen. We gaan mensen misschien daar blijer mee halen, maken. Maar zeg maar extra groei, die verwacht ik eigenlijk niet. Die verwacht je niet. Pieter, ik haal meteen jouw plaatje erbij. Ja, hij heeft er echt verstand van. Ja. Kijk, ik heb er namelijk al heel vroeg over nagedacht, over het probleem. Ik denk toen ik 6 was. En mijn moeder zit in de zaal, die weet het. Oh, dit was eigenlijk mijn eerste LP. Dit is eigenlijk gewoon een familiefeestje, hè? Ja, precies. Daarna ging het mis, maar mijn tweede was van AC/DC. Daar heeft mijn moeder nog de teksten voor vertaald. Maar en hier, het raam uitgegooid, nee. Er klopt iets niet. En later, toen ik 6 was, wist ik alleen dat er iets niet klopte. Maar later besefte ik wat het was. Ik vond die vrouw, die vond ik best wel knap. Ik was nog wel een puur jongetje van 6 jaar natuurlijk. Maar je herkende een knappe vrouw wel. Ja, dat, op een hele pure manier. Uh-huh. Maar die mannen die vond ik toch een beetje eng met die baard en die gekke kapsels. En ik dacht, hoe kan het nou dat die vrouwen met die mannen zijn? Dat zulke knappe vrouwen zulke lelijke mannen. Die vraag die heeft zich waarschijnlijk in mijn hoofdje genesteld. En later tijdens mijn promotieonderzoek toen viel alles bij elkaar. Dat is natuurlijk mismatch. En markten werken niet perfect. Het kost altijd tijd en inspanning voor twee kanten van de markt om elkaar te vinden. En hier bij de huwelijksmarkt, ja, wat gebeurt er dan? Je gaat niet voor altijd wachten op je prins, op je witte paard. Op een gegeven moment neem je genoegen met wat minder. En dat is hier dus gebeurd. Die toevallig dit is leuke liedjes een voorbeeld kunnen schrijven. Van mismatch. En op de arbeidsmarkt zien we hetzelfde. Hè? Ja. Dus hier was jouw interesse voor mismatch pas hier, wel hier gewekt? Hier is hier begonnen, ja. Oké. Op de arbeidsmarkt zie je dus ook mensen die zijn op zoek naar werk. Ze hebben een ideale baan, maar op een gegeven moment realiseren ze zich, ja, dat duurt me te lang. Ik accepteer iets wat niet helemaal goed is. En op de arbeidsmarkt is het in ieder geval makkelijker op de huwelijksmarkt. Dan kan je doorzoeken. Jobhop, sommige mensen doen het ook op de huwelijksmarkt. Maar op de arbeidsmarkt is het veel minder ongebruikelijk. Je zoekt een baan je vindt een baan die niet perfect is. Je zoekt door naar een betere baan. En dat kan overigens ook verklaren waarom een recessie de werkeloosheid zo lang heel hoog blijft. Want tijdens een recessie ga je niet zo snel van baan wisselen. Want bij een nieuwe baan begin je toch weer vaak met een tijdelijk contract. En het risico wil je niet nemen. Dus tijdens de recessie, wat er gebeurt, zitten heel veel mensen die zitten op banen waar ze niet heel happy mee zijn. Maar ze durven niet te veranderen. En dat kan ook verklaren waarom dat enorme chagrijn is in de samenleving. Terwijl de werkloosheid maar rond de 5% is. Ja, want je bent arbeidsmarkteconoom. De werkloosheid gaat hartstikke goed. Marieke heeft gelijk. Er is geen. Maar je ziet het niet in de werkeloosheidsstatistiek, hè, die mismatch. Je ziet, deze mensen zijn getrouwd. Hè. Ze komen voor in de huwelijksstatistieken. Maar er kan toch mismatch zijn. En dat kan op de arbeidsmarkt natuurlijk ook. Dus je ziet mensen die niet gelukkig zijn in het type werk misschien. En ook mensen die niet gelukkig zijn met hun contract. Hè. Er zijn heel veel mensen met tijdelijke flexcontracten die liever een wat vaster contract zouden hebben. En je zegt dat is ook een economisch probleem. Marieke zegt, als het gaat om extra arbeidsproductiviteit, nou, daar kunnen we niet zoveel meer aan doen. Maar zorgen dat iedereen echt helemaal precies op de juiste plek zit,
Exact. En die mismatch, daar kan je op de arbeidsmarkt, onze instituties, die dragen daar wel degelijk toe aan bij. Hè? Dus wat je ziet met ontslagbescherming, dat leidt ertoe dat mensen langer op hun baan blijven zitten. Dus wat minder doorstroom. Dus dat mensen langer in vastzitten. Exact. Maar het kan tegelijkertijd ook tot meer mismatch leiden. Maar heel even terug naar Marieke. Dus, ja, even, want als die mismatch optimaal is, dan gaat wat jou betreft niet de arbeidsproductiviteit omhoog. Wat haar betreft. Ja, over jou, dat weet ik niet. Wel. Uiteindelijk is wat je als econoom verwacht. Als die arbeidsmarkt fantastisch werkt, dan doet iedereen precies waar hij goed in is. En wat hij wil. Ja, want het gaat jou ook om wat hij wil. Wat hij wil en waar hij goed aan is. Het is de mensen stromen door waar ze het best tot hun recht komen. Dus ze doen helemaal waar ze goed in zijn. En daarom zijn ze ongelooflijk productief per uur. En als je zeg maar in één keer iedereen die nu gemismatcht is naar zijn perfecte baan zou kunnen krijgen, dan zou je er misschien nog wel een beetje extra groei uit kunnen halen. Alleen, mijn veronderstelling is, op basis van de cijfers die ik erover gezien heb en de analyses die ik erover heb gezien, dat het, zeg maar, die mismatch relatief eigenlijk best wel klein is. Dus dan moet je wel een hele fantastische ingreep hebben, waardoor Pieter opeens is klein, iedereen super mismatch productief is. Ja, ik heb ooit met Koen Teulings hebben het geschat. Hij is de kosten vanwege het werkeloos zijn, die zijn wel wat groter dan de kosten van mismatch, maar hij is zeker niet verwaarloosbaar. Dus als iedereen zijn perfecte baan zou zijn, dan zou het BBP zou wel zo'n 10% hoger kunnen zijn. Eenmaal. Dat is niet niks, Marieke. Dat is ook bijna onmogelijk, hoor. Om dat juist, nou, te dat realiseren. Is het probleem. Hè? Dus, en dat kan je niet met beleid die perfecte wereld. Laten we even naar dat flexvast verhaal gaan. Bas, je hebt wat cijfers erbij gepakt. Want Pieter zegt dus ook van, nou, er zitten mensen in flexcontracten die dat eigenlijk niet willen. Zitten op banen die ze niet willen. Zitten ook mensen te lang vast in vaste banen, terwijl ze eigenlijk wel wat anders zouden doen. Dat is al die mismatch. Maar even, hoe zit het nou met dat flex en vast? Bas, je hebt wat cijfers verzameld. Wat zien we hier? Wat je hier ziet is het aantal flexibele banen in 2008 en 2017. Dus zeg maar aan het begin van de crisis en nu. Het is twee keer het tweede kwartaal. Dan de ZZP'ers in 2008 en 2017 het aantal vaste banen tussen 2008 en 2017. Die moeten eigenlijk omlaag, toch? Want dat is negatief. Nee, dat is de afname. Het verschil. Ja, dus het is 2008 is het blauw-groene balkje en zwart is 2017. Ja. En wat je hier ziet is dat er in de periode van dus zeg de afgelopen 9 jaar... zijn er ruim 500.000 flexibele banen bijgekomen. Er zijn ruim 250.000 ZZP'ers bijgekomen. En er zijn bijna 550.000 vaste banen verdwenen. En dat is een majeure omwenteling van de Nederlandse arbeidsmarkt. Want als je in het andere grafiekje kijkt, dan zie je hoeveel mensen er vast werk hebben en hoeveel flexibel. En je ziet dus dat het aandeel van mensen met een flexibele baan of in een ZZP-constructie enorm aan het toenemen is. En dat zet die arbeidsmarkt volledig op zijn kop. En totdat ik die cijfers zag, realiseer ik me pas hoe heftig dit dat is. Was. En ook hoe weinig zeg maar, de plannen van Asscher hebben geholpen om mensen vanuit flexwerk naar een vaste baan te helpen. Want er zijn heel veel vaste banen verdwenen. Ja, wat interessant is, dat proces dat start al ver voor de grote recessie. Hè? Vanaf 2000 is dat proces al gaande. Dus het is niet typisch iets wat door de recessie wordt veroorzaakt. Nee. En wat daarnaast opvalt is dat het veel groter is dan in al ons omringende landen. Dus het aantal flexwerkers en ook de groei van het aantal flexwerkers. En dat duidt erop, het kan zijn dat Nederland hele specifieke schokken heeft, maar dat is niet zo heel waarschijnlijk. Dus het duidt erop dat het toch iets met onze instituties te maken heeft. Maar even terug naar waarom vinden economen dit erg? Marieke is op zoek naar welvaartsgroei en jij uiteindelijk ook, maar ook je zegt die match moet ook zo zijn dat mensen tevreden zijn. Het zou in theorie best kunnen zijn dat we allemaal flexibel willen werken en ZZP'er willen zijn. Maar waarom is dit een economisch probleem? Ik denk dat wat Pieter zegt, dat de instituties, dat daar een belangrijke rol zit. Maar waarom is dit een economisch probleem? Zien we hier dan dat die mismatch groter geworden is? De instituties kunnen verstoringen creëren en daardoor de keuzes voor mensen sturen om ZZP'er te worden of om flexwerker te worden of om een vaste baan te hebben. Dus je zegt en het is door instituties gedreven. En die keuzes hoeven niet per se gebaseerd te zijn op zeg maar de maatschappelijke optimale kostenbaatafweging. En die instituties die grijpen volgens mij diep in.
We hebben natuurlijk het ontslagrecht, goede bescherming van vaste werknemers. We hebben daarnaast allerlei fiscaliteiten, fiscale faciliteiten voor mensen met ZZP'ers. Ja. We hebben loondoorbetaling met ziekte. We zitten van allerlei dingen onder. En misschien ook nog wel dat er oneigenlijke concurrentie is van ZZP'ers met gewone werknemers, omdat ze geen pensioen opbouwen of geen arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. Dat soort dingen zorgt ervoor dat de instituties heel veel ingrijpen op die arbeidsmarkt. Dus je zegt, dit is institutioneel gedreven. Ik denk voor een groot deel wel. Ja. En daardoor voelen we als economen onze klop aan. Dat kan niet goed zijn. Ja, en waarom ik het onderscheid maak met van, nou, dit gaat dus niet zozeer over economische groei aanjagen. Op het moment dat je je realiseert dat je een sociaal-maatschappelijk issue aan het wilt oplossen, dan ga je er ook op een hele andere manier naar kijken. En welk sociaal-maatschappelijk issue moeten we oplossen? Nou ja, ik denk dat het klopt dat het inderdaad nergens is aangetoond dat mensen inderdaad zo'n enorme toegenomen voorkeur voor flexibilisering hebben. Ik bedoel, alles wat er in ieder geval aan enquêtes is, laat duidelijk zien dat mensen zeggen, dat ze dit niet willen. Ik heb liever een vaste baan. En wat is er zo ingewikkeld met hoeveel? Die 70% van de mensen met een flexcontract wil een vaste baan. Ja. En wat geldt er met een ZZP'er? Een ZZP'er ziet een bruto bedrag wat hij krijgt en houdt daar net al heel veel van over en realiseert zich totaal niet dat hele grote verzekeringselement wat we bij werknemers verplicht hebben ingebouwd en wat echt heel groot is, verplicht ook heel groot is, dat daar allemaal niet in zit. Want mensen zijn ontzettend bijziend. He, dus ZZP'ers denken misschien ook wel. Ze weten niet eens dat ze niet krijgen wat ze willen. Juist, dus ZZP'ers zullen waarschijnlijk ook zeggen van, nou, ga in hemelsnaam niet aan al die voordelen tornen. Ga in hemelsnaam ons niet verplichten om te verzekeren voor ziekte of voor pensioen of noem maar op allemaal. Dat willen we allemaal niet, want ik wil nu dat geld overhouden. Ja. Terwijl het uiteindelijk, ja, wat is natuurlijk de oorsprong van, zeg maar, werknemers organiseren? Dat is ook gewoon je marktmacht organiseren. En die is bij ZZP'ers nu heel laag. Nou is dit deze discussie, en dus ook even terug naar, hè, wat moet een volgend kabinet dan doen? Die is teruggebracht eigenlijk dus tot, en ik vraag me af of jullie dat terecht vinden, tot de vraag, het verschil tussen vast en flexibel moet kleiner worden. Is dat dan eigenlijk wel de goede diagnose? Ja, ja. Ja, je kan het zien, je hebt een mandje, dat is een vaste baan, hè? Daar stop je allerlei privileges in, dus ja. Je krijgt ontslagvergoeding, doorbetaling bij ziekte, et cetera. Hoe meer je een mandje stopt, hoe aantrekkelijker het is. En hoe meer mensen zullen antwoorden als je ze vraagt, wil je liever zo'n mandje met alle vaste karakteristieken? Dan zullen mensen zeggen, ja, dat wil ik liever. Ja. Maar tegelijkertijd wordt het, ja, kostbaar om die banen aan te bieden. Dus hoe minder banen aangeboden zullen worden met al die privileges. En dat is wel wat je ziet gebeuren. Hè? Dus alle nieuwe banen de laatste tijd zijn bijna allemaal flexbanen. En dat komt juist omdat vast zo vast is in Nederland. En omdat dat verschil zo groot is. Maar laten we daar even naar de stelling kijken dan. Hè? Is het dan beter om vast flexibeler te maken dan om flex vaster te maken? En lossen we daarmee de institutionele problemen op, vraag ik me af. En krijgen we dan wel echt een beter mismatch? Dat is één onderdeel natuurlijk. Ja. Dat gaat over het ontslagrecht met name. Maar daarmee ben je er niet. Okay, je zou ook naar de fiscaliteit en de pensioen... Even aan de zaal vragen, wat vinden jullie? Moet flex nou vaster worden of vast flexibeler? Wie zegt vast moet flexibeler worden? 1, 2, 3, 4, 5 aan deze kant. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vast flexibeler wordt door 11 mensen gezegd. Bas, even zonder toelichting kom ik zo terug. Wat vind jij? Ook vast flexibeler. Vast flexibeler. Marieke? Ja, ik vind het echt... halverwege. Sorry. Halverwege. Pieter? Ja, Pieter, jij zei in het voorgesprek... Nee, dat klopt. Dat klopt, maar even de nuance. Iedereen wil natuurlijk dat flexbanen vast worden. Maar als je zegt, we gaan flex ontmoedigen... dan moet je realiseren dat het tot veel minder flexbanen minder leidt... en meer werkeloosheid. Dus niet elke flexbaan wordt automatisch een vaste baan. Dus dat moet je realiseren. En dus je zegt, de prijs van flex vaster maken is meer werkeloosheid. Kinderarbeidfaal. De prijs van flexibel vaster maken is hogere werkeloosheid. Exact, ja. En gegeven dat, stem jij voor? Vast, minder vast. Marieke, waarom twijfel je? Nee, ik twijfel helemaal niet. Je ik ben zit ervan in het midden, allebei een beetje. Dat ze gewoon allebei een beetje moeten opschuiven. En dat het meer is inderdaad dan alleen maar aan contracten sleutelen. Het gaat wel degelijk ook over de vraag van, ga je nou wel of niet tegen ZZP'ers bijvoorbeeld zeggen
van ja, luister, hè, iedereen moet hier pensioen opbouwen, dus jij ook. Of omgekeerd tegen werknemers zeggen van nou, dan zag ik toch wel een beetje erg veel pensioen wat je aan het opbouwen bent. Dat maakt je ongemerkt heel erg duur en je hebt het misschien liever als loon nu. Dus we gaan daar een beetje aan tornen. We gaan even, Sofie, de volgende fokken en sukken en dan ronden we hem af. Want we hebben nog zoveel. Ja, één hele belangrijke. Ik bedoel vast minder Bas vast. Mag ook nog het één hoeft hele niet belangrijke. Per se flexibeler, maar vast minder vast. Vast minder vast. Het kan ook zo, hè. Fokken en sukken die zeggen arbeidsovereenkomst. Lekker begin, vertrouw je ons niet of zo. Niet iedereen. Bas, wil jij nog een uitsmijter voordat we naar het volgende onderwerp gaan? Wat er is zoiets als, ik noem het maar een beetje wet van behoud van risico in de arbeidsmarkt. En als er geen magische derde partij is die dat risico draagt, dan moet je dat een beetje met elkaar zien te delen. En als je die vaste werknemers heel veel zekerheden gunt, dan heb je dus een groep flexibele werknemers dus die alle die risico daarvoor betalen. Dragen. Ja. En vroeger was het misschien zo dat de werkgevers een deel van het risico droegen. En misschien moet je daarover nadenken, kan dat misschien een beetje terug. Want de arbeid wordt een beetje uitgehold, het arbeidsaandeel is aan het dalen. Misschien zit daar wel de echte vraag. Mm-hmm. Namelijk, hoe kun je ervoor zorgen dat niet alleen flex, het vast, kapitaalaandeel blijft stijgen en het arbeidsaandeel. En dat betekent dat de lonen van flex omhoog moeten. Dus dit is een prijs voor werkgevers. Als je flex een contract wil aanbieden, profiteer jij ervan. Maar dan moet je wel de werknemer ervoor belonen. Ja, moeten ze het vragen. En de alternatieve vakbond die gaat wel een beetje die kant op. Ja, dat is heel interessant. Die willen dat. Oké, we gaan naar de overheidsfinanciën. Want het is immer miljoenennota, Prinsjesdag. En we gaan even meteen door naar deze stelling. Want dat is de ultieme vraag, de vraag der vragen als het om de overheidsfinanciën gaat. Het kabinet moet de hand op de knip houden en de overheidsschuld terugbrengen. Nieuwe kabinet, wat moeten we gaan doen? Wie zegt hand op de knip? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Wat zeggen jullie? Nou, normaal zou ik zeggen, in goede tijden, dan moeten we de schuld aflossen. Maar nu is de rente zo laag, dat je denkt, nou, er zijn misschien best wel wat goede overheid. Geldt voor iedereen, ga in godsnaam financieren. Dingen die we sowieso moeten doen, dit is misschien wel een goede tijd om die uit te voeren. Marieke? Ja, nee, dit is geen doel in zichzelf. Dus belangrijke dingen gewoon doen en gewoon investeren als je denkt dat het nodig is en je daar een rente. Maar dat vind je altijd, door de hele conjunctuurcyclus heen, maakt niet uit, altijd verstandige dingen doen. Ja. Bas? Ik denk dat je misschien zelfs nu wel de staatsschuld wat moet laten oplopen om structurele, niet conjuncturele redenen. Dit zijn de adviseurs van Rutte en Dijsselbloem, toch, volgens jou? Ja. Je krijgt er een houten kop van. Dit zijn de huisvrouw uit Zwaben. Merkel heeft het ooit gehad over die houdt het houtboekje op orde. En dat heeft natuurlijk het begrotingsbeleid in de eurozone en ook in Nederland sinds 2010 bepaald. Deze mevrouwen waren de fluisteraars van Rutte en Dijsselbloem en de Jager, Jan Kees de Jager. En dat heeft ons een paar jaar economische groei gekost. En, maar goed, dat is vergane zaken. Maar het zou goed zijn als we een beetje uit die kramp van die boekhouding komen. Ja, en dus gaan investeren. Maar welke, want in de crisis heb je er veelvuldig op gehamerd. We hebben nu juist die investeringen nodig. Maar we zijn uit de crisis, toch? Daarom zijn er nu niet nog om conjuncturele redenen, denk ik, dat het verstandig is. Omdat we, en dat heeft te maken met dat de private schulden in de wereld nog steeds heel groot zijn. Daar komen we zo meteen nog over te spreken. Ook in Nederland. Die zijn 4 keer zo hoog als de staatsschuld. Dat is een soort na-eil-effect van die grote recessie. Daarnaast is er heel veel behoefte om te sparen voor de vergrijzing. Er is behoefte om schuld af te bouwen. Dus er is heel wereldwijd veel behoefte om te sparen in risicovrije beleggingen. En de enige partij die risicovrije beleggingen kan aanbieden, dat is de overheid. Dus de overheid moet gaan lenen zodat ik staatsobligaties kan kopen. Want anders kan ik ze niet krijgen. Als je het op niveau van de wereld bekijkt, is het zo dat als de private sector wil sparen, dan moet de overheid lenen. Mathematisch. Maar dat is omdat 1 en 1 2 is. Maar, ja, maar dat is macro-economisch. Probeer voor iedere ook nog spaarder even moet mijn er een lener te zijn. Ja, oké, maar probeer ook nog even mijn intuïtie te voeden dan. Dan roep ik wil sparen, ik wil sparen. En dan zegt hij overheid, iedereen tegelijkertijd op zoek gaat naar rendement om te sparen, bijvoorbeeld door obligaties te kopen, maar niemand wil die effecten aanbieden. Iedereen wil tegelijkertijd sparen, lukt het niemand om te sparen. En daarom is het nog niet gelukt om bijvoorbeeld de private schulden terug te bouwen. Af te bouwen. Ja, onder andere door de vergrijzing. Wat het betekent, het zijn nu mensen die willen in de toekomst consumeren.
En wat wil je? Dan wil je veilige assets hebben, hè, die een waarde houden. En wat zijn dat? Dat zijn toch staatsobligaties. Dus er is heel veel vraag naar die veilige assets. En er is eigenlijk maar één partij naar die kan aanbieden. En dat is de overheid. En dat is, je draait het eigenlijk het een beetje om. Ja. Maar het is wel een goede reden om obligaties uit te geven. Ja, wat hier lastig aan is, is dat je, zeg maar, dan gaat het alsnog heel erg over een financieel motief. En ik denk uiteindelijk van ja, wat betekent dat de facto dat de rente heel erg laag is? Omdat er veel mensen zijn die graag willen sparen en weinig mensen zijn die graag willen lenen. Dus betekent het dat de overheid voor heel weinig geld kan lenen. En dan inderdaad betekent het dat alles wat je toch al wil doen in de toekomst precies even duur is als het vandaag al doet. Dus dan kan je het net zo goed vandaag doen. En dat er allerlei dingen zijn die zich misschien wel enigszins terugbetalen. Nou ja, dan kun je al die toekomstige opbrengsten, zeg maar. Dus je zegt gewoon, geld is hartstikke goedkoop en dat moet de overheid nou eens een keer zien en gewoon zijn kans grijpen. Nou ja, en dus kun je daarmee ook maatschappelijke doelen nastreven. Want inderdaad, die je sowieso wil gaan doen. Nou ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar het onderwijs. We zijn net al van, ja, er zijn steeds meer mensen die we in staat zijn hoog op te leiden. Als je nou naar de toekomst kijkt, dan denk ik van, nou, het blijft steeds heel erg belangrijk om hoog opgeleid te zijn voor mensen. Om goed opgeleid te zijn. Om daarmee ook opgeleid te zijn in een richting die past bij wat de arbeidsmarkt op dat moment vraagt. We denken, nou, tenminste, ik verwacht dat digitalisering en technologie wel gaan zorgen voor snellere verandering op die arbeidsmarkt. Dus dan moet je extra investeren in menselijk kapitaal. Ga nu ook doen. Jullie zeggen volgens mij alle drie, ga nu doen wat je sowieso in de toekomst wil gaan doen. Ja. Want het geld is zo goedkoop. Er zijn een aantal zaken. Onderwijs, waar gaat jouw geld naartoe? Ja, klimaat, duurzaamheid van de economie. Dat we weten nu onderwijs, onderzoek, infrastructuur, klimaat. Oké, want er waren 7 handen die zeiden wel nee. Hand op de knip. Wie wil even, zonder dat het een heel college wordt, want dat gaan we elkaar niet aandoen, even hierop reageren, want ze zijn het alle drie met elkaar eens. Dus we moeten ergens anders het tegenwicht gaan zoeken. Jullie zijn overtuigd. Jezus, man. Ja, het zijn ook de beste economen van Nederland. Ja, meneer Vergeer, geen college, hè? Nee, ik zal het heel kort doen. Ik ben op zoek naar goede overheidsinvesteringen die op dit moment niet plaatsvinden en die wel zouden kunnen gebeuren. Dat hebben ze gezegd. Klimaat, onderwijs, infrastructuur. Specifieker. Dat is heel vaag. Ja, nou, energie besparen, huizen zuiniger maken. Ja. Subsidie-economie. Zij willen, wilt u ook die subsidie-economie? Die soorten van wegen of kanalen of ruimtevaart of noem maar iets. Denkt u dat het niet mogelijk is om de CO2-uitstoot die we gepleegd hebben en die onze schade berokkent, dat je dat niet financieel op waarde kan schatten? En laat ik nog een paar andere dingen noemen. Als er duizenden soorten dreigen uit te sterven, denkt u dat daar toekomstige generaties geen geld voor op tafel hoeven te leggen? Dat welvaart scheelt of zo? Dus u wilt dat geld in dat klimaat? Ja, ik vind dat Centraal Bureau Statistiek dat soort dingen eigenlijk zou moeten uitrekenen. Maar de discussie tussen het CBS en... Laat ik een voorbeeld noemen, want ik snap uw gevoel heel goed, hoor. Van ja, maak het nou eens concreet, wat bedoel je daar dan mee? We hebben daar een hele groep economen ook over geïnterviewd, waaronder uiteraard Bas Jacobs, dat begrijpt u als het over overheidsfinanciën gaat. Als het over energietransitie ging, dan werd bijvoorbeeld Zweden van Wijbergen noemde als voorbeeld het elektriciteitsnetwerk. In de toekomst verwacht je dat je meer gebruik zult gaan maken van zon en wind. Dat is een onzekerder en meer fluctuerende lood. En daar moet je elektriciteitsnetwerk op voorbereid zijn. En daarnaast ga je überhaupt waarschijnlijk over naar elektrisch. Ingewikkeld hieraan is, er zijn ook mensen die zeggen warmtenetten gaat het helemaal worden. En er zijn ook mensen die zeggen waterstof gaat het helemaal worden. Ik ben geen energiedeskundige. Het is wel, als ik eerlijk ben... Maar jullie willen investeren, dat is risicovol. Juist, hoort erbij. Klopt, klopt, en dat mag dan misschien ook wel. En hè, zeg maar, ik denk ook wel dat die, met name die elektrificatie, dat die zich vrij zeker gaat aankondigen. En als je het over onderwijs hebt, dan denk ik van, nou, als je nou kijkt naar ons onderwijssysteem, hè, nog even los van wat onze leraren verdienen, dan is het toch eigenlijk bizar dat nog steeds iedereen op dezelfde manier in datzelfde klaslokaal wordt gestopt en iedereen op dezelfde manier moet gaan leren. Dan hebben we toch filmpjes voor de een, oefeningen voor de ander, opdrachten voor de ander. Veel meer aandacht voor... Moderniseren het onderwijs. Dus jij zegt niet zomaar onderwijs, maar het moet gemoderniseerd. Zeg maar toesnijden op de persoon. Want ik denk, ja, nu zijn nog 40% doet nu hoger onderwijs. Als je echt gaat zorgen dat je gebruik gaat maken van de talenten van mensen, dan kun je volgens mij nog een enorme productiviteitsverhoging krijgen. En daar was je naar op zoek. Klimaat, kan het meer specifiek? Ja, als econoom kijk je eigenlijk heel dynamisch naar de budgetrestricties die je hebt. En niet we krijgen dit binnen dit jaar en dit willen we uitgeven. Maar we weten nu al dat er veel kosten aankomen vanwege de opwarming van de aarde.
Dus de dijken moeten omhoog en we moeten het ook zoveel mogelijk voorkomen. We hebben Parijs getekend. Dus we weten, die kosten komen er nu al aan. Laten we dan nu die investeringen maar doen nu de rente laag is. En dit alles allemaal zolang die rente zo laag is door die vergrijzing. Want dat noemen we dan toch als oorzaak, toch? En dat houdt op een gegeven moment weer op. Vergrijzing, schuldaflossing, toename van ongelijkheid. De vergrijzing maakt het mogelijk sparen meer. Dat de rente is er dan een dak aan hoeveel die schuld mag oplopen? Of... Als het rendabel zijn, dan zal de schuld niet zo ver oplopen. En dan krijgen we weer zo'n discussie over wat nou investeringen zijn en wat conceptief is en zo. Nou ja, goed. Voor conceptieve uitgaven moet je gewoon belasting heffen. Ja. En voor immateriële investeringen moet je ook belasting heffen. Maar dat betekent niet dat je dat niet door de tijd heen kan uitsmeren. Want als we nu bijvoorbeeld een beter milieu creëren waar we immateriële toekomstige baten van hebben. Betekent dat je de staatsschuld moet gebruiken om die baat een beetje eerlijk te verdelen tussen de generaties. En als je het niet doet, wordt het alleen maar duurder. Dus dan gaan je overheidsfinanciën juist op achteruit. Oké. We gaan naar het laatste thema, financiële architectuur. Bas kondigde het al een beetje aan. De privaatschulden in Nederland, die zijn nog altijd veel te hoog, is de stelling hier. Wie onderschrijft deze stelling? Wie is het hiermee eens? Dat is... U bent of moe. Ik dacht, hier gaan heel veel handen omhoog. Maar dat valt mee. Als Bas het 6 al was het, hè? Als Bas het 6, ja. Precies, Bas. Je had hier ook weer een heel bijzonder plaatje bij. Geen Duitse huisvrouwen nu. Maar wat is dit? Dit Merkel. Dit is Merkel die bier drinkt. En is Rajoy die vermoedelijk sherry drinkt. En dus, dit gaat over Duitsland en Spanje. Oh, dat is water. Oh, witte wijn. En het volgende plaatje is misschien ook wel aardig. Dit is natuurlijk een Spanjaard en dit is een bijersgezin. En nu wil ik eigenlijk vragen aan de zaal. Zijn wij in Nederland meer Duitsers of zijn wij nou meer Spanjaarden? Wie zegt Duits? Ik ben Spanjaard. Nou, u moet de hand omhoog voor Duits. Duits. Duitse bloed, ja, hoef maar te luisteren. Ja, het is wel de helft. En de rest zijn die eeuwige twijfelaars. Dus we zijn hartstikke Duits. Ja, dat denken we. Maar onze economie, die is een beetje raar ingeregeld. Want we hebben aan de ene kant wel heel veel bezit. En dat hebben we opgesloten in onze pensioenfondsen. Maar ook vaak in stenen, in huizen. En daar kunnen we niet goed bij als het slecht gaat. En we hebben ook heel veel schulden. Namelijk voornamelijk de hypotheekberg, ongeveer de hoogste ter wereld. En daardoor gedraagt onze economie zich meer als die van Spanje, als we een crisis hebben, dan als die van Duitsland. En wat is dat dan? Hoe gedraagt de Spaanse economie zich? Nou, wij hebben natuurlijk, zowel in Spanje als in Nederland hebben we een huizencrisis gehad. En daardoor kwamen banken in de problemen. En we zien dat er dan een soort, je zou kunnen zeggen, een soort spiraal, een negatieve spiraal naar beneden ontstaat. Waarin de kredietverlening afgeremd wordt, de huizenprijzen onderuit gaan, de overheidsbegroting ontregeld raakt. En dat voelt elkaar de hele tijd dieper naar beneden. En onze economie is eigenlijk een beetje een soort bombust-economie. Want je ziet dat het nu waanzinnig goed gaat in Nederland. Maar als je de cijfers vandaag van het CPB ziet, dan heeft dat weer alles te maken met die woningmarkt. De huizenprijsstijgingen zijn op dit moment groter dan voor de crisis. Groter dan voor 2008 de boel onderuit ging. Dus we hebben dus een economie gecreëerd die financieel zodanig ingeregeld is dat we heel hard omhoog kunnen. Maar ook heel hard kunnen vallen op het moment dat het misgaat. En daarom lijken wij meer op Spanje dan op Duitsland. En zit dat in die private schulden? Nou, het heeft eigenlijk te maken met dat we onze bezittingen hebben illiquide gemaakt. Hebben Precies. vastgezet. En daar kunnen we niet bij als we een crisis hebben. En daardoor hebben we dat als het ware ver weggezet, achter slot en grendel opgesloten. Dus op het moment dat wij ons inkomen zien dalen en de economie onderuit gaat, werkloos worden, dan komen we in de problemen met onze hele hoge hypotheekschuld. En daardoor, en dat zou je eigenlijk willen oplossen. Top bruggetje naar de volgende stelling. En dan mogen jullie als eerste reageren. Dat was de grafiek van die private schulden. Misschien kunnen we nog heel even laten zien, Sophie. Dus dat blauwe lijntje zit veel hoger dan het rode lijntje. Je riep vier keer zoveel, hè? Bijna vier keer zoveel. En dat is huishoudens en bedrijven. Pieter wil, voordat we naar de stelling over de hypotheekschuld gaan, iets zeggen. Als toevoeging aan Bas. Ik heb met een student ooit onderzoek gedaan. Wat er gebeurd is in halverwege de jaren 90, toen kwamen al die complexe hypotheekvormen, spaarhypotheken. Ja. Dus die waren eigenlijk op gericht om de overheid maximaal te naaien, maximaal hypotheekrente aftrek.
En vanaf dat moment zag je ook dat de huizenprijzen sterk toenamen. En ook de fractie van het inkomen dat we aan huizen besteden sterk toenam in Nederland. En dan krijg je precies wat Bas zegt. We hebben heel veel investeren in huis. Als de huizenprijzen omhoog gaan, voelen we ons extra rijk. Dan geven we ook extra veel uit. En in een recessie, dan gaan de huizenprijzen omlaag. Dan voelen we ons ook arm. Juist omdat we zo'n groot aandeel van ons inkomen in huizen hebben. En consumeren we veel minder. Dus de cyclus is veel heviger in Nederland dan in Duitsland. En dus, hij moet er helemaal afgeschaft worden. Mag ik toch, ik snap hè, zeg maar deze manier van kijken, maar ik wil toch een paar even nuanceringen. Voordat we deze doen? Ja, omdat ik denk dat het beeld, hè, zeg maar, je kunt het verhaal vanuit dit perspectief vertellen. Ik denk dat een van de vervelende dingen, dat ben ik helemaal met Bas eens, is dat mensen die nu tegenvallers hebben, die hebben inderdaad hun geld weggezet, kunnen ze niet aankomen, kunnen ze persoonlijk niet opvangen. Dat het zo misging met de Nederlandse economie, gerelateerd ook aan de huizenmarkt, had er volgens mij alles mee te maken dat we precies tijdens een crisis ook de hypotheekrenteaftrek gingen aanpakken. Dus er zou al een crisis zijn ontstaan op de woningmarkt en die is nog een keer versterkt door dat op dat moment te doen. Dus dan wat er dan gebeurt, en daar zit het grootste economische effect in, niet in die prijzen, niet in die vermogenseffecten, niet in die maar mensen in het die vertrouwen. gaan sparen daardoor. Nee, in de economische activiteit die hoort bij de woningmarkt. Op het moment dat jij een nieuwe woning koopt, ga je praktisch, zeg maar, je gaat heel veel economische activiteit ondernemen. Dus je zet de notaris aan het werk en de makelaar en een bouwbedrijf en je koopt nog wat meubelen en noem maar op allemaal. Dat doe je de facto door extra te ontsparen, want je gaat een hypotheek opnemen op dat moment. Op het moment dat er paniek ontstond op de Nederlandse woningmarkt, is die in één keer in elkaar geknald. Van 220.000 transacties per jaar. En dan kunnen we jaar. Dit dus nooit gaan doen. Ja, maar wacht even. Nee, maar de vraag is welk probleem zijn we aan het oplossen? Van 220.000 transacties welk per jaar. Welk probleem ben jij nu aan het oplossen? 130.000 transacties per jaar. In de VS ging de woningmarkt toch ook naar beneden? Dat je ook geen hypotheekrente af. Of die is in ieder geval een stuk minder dan in Nederland. Je zag in alle landen wel die huizenmarktcrisis. Ja, maar de vraag is natuurlijk, waarom hebben we daar in Nederland zo sterk economisch last van gehad? En ik zou zeggen, dat is niet vanwege vermogenseffecten, maar vanwege transactie-effecten. En die werden versterkt door het feit dat de hypotheekrenteaftrek op dat moment werd aangepakt. Dus ik denk dat zeg maar, als je terugkijkt, dan zit denk ik het probleem ook in een heel groot deel in die combinatie van factoren. Als je kijkt naar de statistiekjes die Bas laat zien over die private schulden. Ja, sorry, daar zitten de speciale financiële instellingen bij. Dat zijn geen Nederlandse bedrijven. Dat zijn brievenbusconstructies met hoofdkantoren die uitlenen aan hun dochters. En dat maar als je naar de hypotheekschuld kijkt van de Nederlanders, die is zeker hoog. Juist. Die is vrijwel gelijk gebleven door de crisis heen en die is niet omlaag gegaan. Ik wil even deze stelling. Wie vindt dat die hele hypotheekrenteaftrek helemaal weg? Dan kunnen we nog hebben over of dat in 10 of 20 of 15 jaar moet. Hij moet helemaal weg. Handen en de rente omhoog. Is toch laag nu, hè? En de rente is toch laag, dus we voelen het minder. Ja, mits de belasting omlaag. Ik zag zeker 60, 70, 80%. Mits belasting omlaag. Wap, alle handen omhoog. Deal. En dan, hebben we het dan opgelost? Nou, ik denk dat het misschien wel handig is. Kijk, die hypotheekrenteaftrek hebben we geïntroduceerd in het belastingstelsel, omdat we ook het eigen woningforfait hebben. Het inkomen uit je woning wordt belast. Waar ik voor zou zijn, is dat we het neutraal behandelen. Dus dat je en renteaftrek hebt en dat het eigen woningforfait een adequate weerspiegeling is van zeg maar, het inkomen in natura. En dan kan je ook het fiscale subsidie-effect eruit halen. En het liefste zou ik uiteindelijk het eigen huis willen behandelen zoals vermogen. Dus net als sparen en beleggen. En dat kan je bijvoorbeeld doen door de netto woningschuld in box 3 te zetten. En maar dan wordt het technisch. En dan maakt het niet meer uit of je je huis betaalt met geleend geld of met eigen geld. Je krijgt niet meer fiscaal voordeel als je een euro extra leent. Okay. Of dat je, en op dat moment worden alle fiscale prikkels om schuld op te bouwen, om je huis te kopen, worden weggehaald. Wordt totaal maar dan heb je één deel op één kant van de balans aangepakt. Hè? Dus heb je één ding aangepakt, precies. Maar je zou bijvoorbeeld ook de pensioenopbouw, denk ik, wat moeten verminderen zijn. Marieke net ook. Want eigenlijk zeg je, die hele financiële architectuur, die klopt niet. Ja, we hebben hele lange balansen en dat hebben we allemaal institutioneel weer aangejaagd. Dus we subsidiëren schuld op allerlei manieren, via de hypotheekrenteaftrek. Via onze banken. Hè. Sommige banken zijn too big, too veel. Banken die zijn eigenlijk hele speciale instituten die vooral met vreemd vermogen zichzelf financieren en niet met eigen vermogen.
Maar vreemdvermogen heeft hele vervelende eigenschappen. Dat kan tot runs leiden. Als het slecht gaat, het enige wat ik wil doen als ik vreemdvermogen heb geleverd, is mijn geld van de bank halen voordat jij dat doet. En eigen vermogen heeft niet dat probleem. Ja, als het slecht gaat met een bedrijf wat veel met voornamelijk de eigen vermogen financiert. Oké, okay, dus hypotheekrente aftrekken. Niet meer subsidiëren van vreemd vermogen. Ja. Nou ja, Marieke. Dus wel, ik zou dus, hè, omdat ik net een iets andere analyse maak, zou ik het, zeg maar, het probleem wat je wil gaan oplossen is volgens mij het faciliteren van de financiële levensloop van mensen. En daar zou ik mee willen beginnen. Wat mij heel erg opvalt is dat het, hè, zeg maar, dan is het heel vaak geïsoleerd, die hypotheekrente aftrek. En ik denk van ja, het is echt van de gekken. Maar dat gaat bij een volgend kabinet natuurlijk ook gebeuren. Hè? Dus als er maatregelen komen, is het altijd geïsoleerd. En Bas, hoor ik je zeggen, je moet die hele infrastructuur aanpakken. Jij zegt ja, maar je moet net anders kijken. Ik denk dat Marieke en ik hetzelfde zeggen. Ja. Je wil kijken naar hoe je je financiële architectuur van je economie zodanig inricht dat we niet heel kwetsbaar worden, dat we het geld op een goede manier verdelen over ons leven en dat we niet institutioneel zo heftig de economische conjunctuur sturen. Dat als het goed gaat, dan gaat het hemelhoog juichen, als het slecht gaat. En dat hebben we allemaal zo ingebakken in de manier waarop we onze pensioenen organiseren, onze huizen, onze banken, ons belastingstelsel. En daar zou je eigenlijk systeemoverschrijdend een visie op moeten hebben. Oké, en nou ja, we gingen het niet hebben over haalbaarheid en of dat dan zo meteen in een regeerakkoord allemaal zit. Maar, en omdat het nu 10 voor 10 is, gaan we hem even toch snel aftikken. We hebben dus het over hypotheekrenteaftrek. We hebben het over subsidiëren van vreemd vermogen. We hebben het over de manier waarop we de pensioenen belasten van vreemd vermogen. Of het belasten van vreemd vermogen. Ja. Marieke, wat hoort er nog meer op dit lijstje als we die hele financiële infrastructuur, die hele levensloop, waar zou die visie van het kabinet allemaal wel niet over moeten gaan dan? Ik denk dat ook bijvoorbeeld het toedelen van pensioenen aan individuele pensioendeelnemers ook kan helpen, zodat als mensen bijvoorbeeld een schuldenprobleem hebben, dat ze een deel van hun pensioenvermogen kunnen aanspreken. Okay. En dat lukt niet met een collectief systeem. Heel idealitair is het, zorg je natuurlijk dat je, zeg maar, in je leven even heel hard kan gaan en veel kan verdienen. Er weer even uit kan gaan op het moment dat de omstandigheden dat nodig maken. Dat je kan switchen van baan en dat je dan misschien een onderwijskrediet hebt. Nou, dat is allemaal institutioneel neutraal moet dat worden. Ja, gaat nooit gebeuren natuurlijk. Maar wel beginnen om op die manier te denken. Okay. Hè? Vanuit die visie dat je een financiële levensloop van mensen aan het faciliteren bent. Is er iemand langsgekomen toch even naar die politici van tevoren? Van goh, we gaan ook even naar die infrastructuur kijken. Wat moeten we ook weer allemaal meenemen? Bij jullie niet, of wel? Staat het straks in het regeerakkoord? Ik denk het een niet. Een coherente visie. Het is op heel moeilijk, hè? Moeten jullie toch gewoon af en toe wat vaker wat duidelijker zijn, denk ik. Goed. Ik wil een heel hartelijk applaus voor Bas Jacobs, Marieke Blom en Pieter Gauthier. En ik denk dat we kunnen concluderen dat wat Macron ook zegt, of wat sommige economen nog steeds zeggen, die integratie in Europa is niet noodzakelijk, de bankenunie wel. Op de arbeidsmarkt is een econoom ook maar een mens. En dus moeten we de mensen die niet meekomen niet vergeten. We moeten die mannen gaan uitzoeken van Hella. Niks hand op de knip, we moeten gaan investeren wat Pieter betreft in het klimaat. Bas sloot ook aan bij het klimaat. Marieke zat vooral op onderwijs te hameren. Die hele financiële infrastructuur, daar moet een coherente visie op. En die moet in één keer op het schop. Nou ja. En gelukkig gingen we het niet over haalbaarheid hebben. Maar we kijken reikhalzend uit naar een nieuw regeerakkoord. En dan zullen we checken op de inzichten die we hier kregen vanavond van jullie. Dank je wel. De borrel aan de bar. Graag tot zo. Thank you.